Arjen Tuiten werd deze week als allereerste Nederlandse make-up artist ooit genomineerd voor een Oscar. Sinds die nominatie bekend is, komt er enorm veel op hem af natuurlijk. Maar ondanks dat, en dat hij al een jaar of 14 in Amerika woont, het is en blijft een nuchtere Fries. Ik krijg wel meteen allemaal aanbiedingen van managers en dat soort dingen, weet je wel. Maar ja, ik heb nog nooit een manager gehad. Make-up artiest Arjen Tuiten is bijzonder nuchter en nog een tikkie beduust onder de Oscar-nominatie. Ja, heel bizar allemaal. Het is een beetje onwerkelijk eigenlijk. Maar collega en vriendin Angelina Jolie weet de potentiële zegen wel op waarde te schatten. Ik kwam meteen naar me toe die ochtend, grote omhelzing en gefeliciteerd. En, het is wel iets natuurlijk. Het is wel een groot iets hier. Ja, ook. Ja. Dus, ja. In Hollywood heeft Arjen zijn naam al dik gevestigd door zijn werk aan blockbusters als Pan's Labyrinth, Alice in Wonderland en Maleficent. How wonderful. Maar zijn talent komt echt tot volle wasdom bij de relatief kleine film Wonder over een misvormd jongetje. Het is een van de moeilijkste make-ups om eigenlijk te doen op een iemand van 9. Look at his face. I've never seen anything that ugly in my life. If I look like him, I'd swear I'd put a hood over my face. Hij is volledig, zit in de protheses vanaf zijn nek tot aan zijn gezicht. Alles. Hij heeft contactlens in tanden. Hij heeft een mechaniek onder het haar, onder zijn pruik, die zijn ogen naar beneden trekken. Het is enorm veel wat erin zit. Arjen's creatie komt zo goed uit de verf dat er vanaf minuut 1 iets bijzonders gebeurt op de set. De eerste dag dat de regisseur mij aankeek en met tranen in zijn ogen. Gewoon heel emotioneel. Ook op set, Julia Roberts, iedereen die daarop reageert. Hè, het is ook een soort helpstuk voor acteren. Als er daadwerkelijk iemand voor je staat die dat heeft. You are not ugly, Augie. I just have to say that because you're my mom. Because I'm your mom, it counts the most. Because I know you the most. De families die op set kwamen met echte kinderen die Treacher Collins syndroom hebben. Die hadden ook allemaal zoiets van, dit is zo bizar om te zien. Ja, ik was wel heel trots eigenlijk dat make-up, hè, niet zozeer ik, maar make-up in general, dat aan een film kon geven. Nou ja, dit is natuurlijk gewoon geweldig. Ik bedoel, dat heeft wat mij betreft niets met make-up te maken. Dit is griem, maar dan wel echt van dat allerbeste soorten. Niet een Sinterklaas opmaken en een baard plakken, maar dit is gewoon iemand compleet transformeren naar een gedaante. En dan op zo'n realistische, levensechte manier, dat je inderdaad, als zo iemand op de set komt, niet denkt, god, wat heeft hij nou op? Maar dat het echt iemand is. Ja, hoe lang zijn ze bezig om hem zo te krijgen? Nou ja, goed, ik las dat hij op een gegeven moment in 1,5 uur kon. Maar dan is natuurlijk alles wel al geregeld en klaar. Want je ziet dat het heeft niets met make-up te maken. Het is niet even een beetje foundation en poeder en licht en donker. Maar dit zijn hele maskers die erop geplakt worden. Een hele hoofd met allerlei dingen die de ogen naar beneden trekken. Hij is dus genomineerd voor een Oscar. Ja, moeten we niet te licht over denken. Dat is toch het meest geweldige wat er is. Ik vond dat hij er heel nuchter over deed. Maar toch een heel klein beetje door de lijntjes heen merkt hij wel dat hij er heel trots op is. Daar mag je heel trots op zijn. En ik als Nederlander vind het geweldig dat een Nederlander die dit vak uitoefent en zo met zoveel passie praat over dit vak, een nominatie krijgt voor een Oscar. Ik denk dat we daar echt enorm trots op moeten zijn met z'n allen. Want dit is een heel belangrijk onderdeel. Er wordt, vind ik, veel te weinig bij stilgestaan. Aandacht gaat natuurlijk altijd naar de acteurs, naar actrices, de regisseur, camerawerk. Maar haar en make-up maken natuurlijk uiteindelijk wel dit levens echt. Nou, hij heeft daar een heel goed punt. Er staat wel iemand tegenover hem die dat het helpt de ander met acteren, laat ik het zo zeggen. Ja, tuurlijk. Wat is het geheim van deze Arjen? Wat is the secret of his success? Nou ja, kijk, sowieso geloof ik altijd, niet voor niks zijn Nederlanders in het buitenland ook heel veel creatief, heel populair, want wij leveren. We werken, dat zijn we gewend, ook in de hotelbusiness en dergelijke. Dus Nederlanders staan goed aangeschreven. Ik denk dat een van de successen zijn en een van de redenen waarom deze man het in L.A. zo ontzettend goed doet. Ik bedoel, het is zijn passie, zijn lust en zijn leven. Is af en toe ook nog naar Nederland terug geweest. Heeft bijvoorbeeld onder andere de film Zwart Boek gedaan van Paul Verhoeven. Maar is nu niet meer weg te denken. En na zo'n nominatie komen natuurlijk de ene en de andere geweldige filmaanbiedingen voor deze man naar voren. Ja, en je ziet, hij praat er met heel veel passie over. Maar nogmaals, dit is iets heel anders dan het vak bijvoorbeeld wat ik uitoefen. Het doen van haar en make-up, veel meer glamourgericht. Bezig zijn met een potje en een kwastje en een sponsje. Helemaal geweldig. Dit is griem. En eigenlijk mijn eerste ervaring die ik had met griem is dat toen ik keek naar de film Death Becomes Her. Kennen jullie dat nog? Dat is heel lang geleden. Ja, met Bruce Willis ook, hè? Meryl Streep. Nou, dat was geweldig. Dat was een film waar en ze een dankje gingen drinken, waardoor ze voor eeuwig jong bleven. maar daarin zag je wat uiteindelijk griem kon doen. En daar gingen gezichten bewegen. En ze gingen uiteindelijk, bleken ze toch heel veel ouder te worden. Dat was de eerste keer dat ik dacht, ja, dit is geen make-up. Dit is griem. En dat is veel meer dan inderdaad de baard opplakken van Sinterklaas. Ja.